Van een studentenkamer tot een online platform met meer dan 936 miljoen dagelijkse gebruikers. Het social media platform Facebook heeft de manier waarop wij online communiceren gerevolutioneerd. Elke maand logt bijna 20% van de wereldpopulatie in op Facebook om vriendschappen te sluiten, spelletjes te spelen, herinneringen te delen of hun bedrijf te promoten. Het beste van alles, het is gratis. Het enige wat jij hoeft te doen is jouw privéleven op te geven om er gebruik van te maken. Strikt Geheim komt met de vraag, is Facebook jou aan het bespioneren? Facebook heeft een waarde van zo'n 200 miljard dollar. En gebruikers hoeven geen cent uit te geven aan het gebruik. Maar hoe verdient Facebook dan zijn geld? Nou, als jij je aanmeldt voor de website, ga je ermee akkoord dat Facebook jouw privégegevens gebruikt voor hun zoekmachine. Maar ook om die gegevens te delen en te gebruiken voor interne werkzaamheden. Zoals het oplossen van problemen, data-analyse, onderzoek en het verbeteren van de service. Dat betekent dat Facebook jouw gegevens gebruikt om de service die zij leveren te kunnen leveren. Meer dan 2/3 van de inkomsten van Facebook komt van advertenties. Bedrijven zijn aangetrokken tot de wereldwijde dekking van Facebook en de unieke mogelijkheid om AdWords te gebruiken gebaseerd op de persoonlijke informatie van gebruikers. Dus als iemand regelmatig iets plaatst over voetbal, zal hij voetbalreclame te zien krijgen. En een vrouw die de relatiestatus wijzigt naar verloofd, zal bruidsjurken en vrijgezellenfeestjes te zien krijgen. Deze geavanceerde advertentietechnologie is de reden dat Facebook is veranderd van een normaal social media platform in een miljardenbedrijf. Privé-data-activist Max Trump maakt zich zorgen dat Facebook onze privégegevens misbruikt om nog machtiger te worden. Bedrijven zoals farmaceutische bedrijven moeten een rigoureuze keuring door om onze data te mogen gebruiken, maar Facebook niet. Zolang jij akkoord gaat met de voorwaarden, is Facebook vrij om te doen met jouw gegevens wat hij wil. In andere woorden, Facebook kan door onze gegevens heen spitten en onze gesprekken bekijken om meer geld te verdienen aan advertenties. In april 2014 kreeg Facebook miljoenen mensen tegen zich toen ze hun nieuwste Messenger-app lanceerden. Om Facebook-berichten te kunnen blijven sturen, moesten gebruikers deze app downloaden. Of ze nu wilden, of niet. Daarnaast moesten gebruikers wel akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Onder meer toegang tot de data van je telefoon, het lezen van berichten, het inzien van je contacten en je camera gebruiken. Facebook beweert dat deze nieuwe voorwaarden er enkel zijn om de service te verbeteren. Maar nog een jaar later werd het bedrijf betrapt op massaspionage van zijn gebruikers. In 2015 dienden 20.000 mensen een aanzoek tot vervolging in bij de rechter vanwege privacy-schending. De leider van deze acties was de privéactivist Max. Hij beweert dat de site de informatie en activiteiten van de gebruikers op een illegale manier bekijkt en bijhoudt. Dit is de reden dat de Europese Unie de inwoners aanspoort om Facebook te verwijderen, om hun eigen privacy te waarborgen. In maart 2015 bracht de Belgische Dataveiligheidsdienst naar buiten dat Facebook nog een stap verder was gegaan. De nieuwe cookievoorwaarden stelt Facebook in staat om de online activiteit van de gebruiker heimelijk te volgen, of ze nu ingelogd zijn of niet. Sterker nog, ze zouden zelfs mensen volgen die geen account hebben. De EU heeft de Europese inwoners gewaarschuwd dat ze de online veiligheid van de mensen niet kan waarborgen als het wordt beheerd door Amerikaanse bedrijven. Toch blijven miljoenen gebruikers trouw aan Facebook voor hun sociale leven. Misschien is het tijd om onze online activiteiten te herzien en te overwegen om te stoppen met Facebook. Ik ben ongelooflijk benieuwd hoe jij denkt over dit verhaal. Laat het me hieronder weten in de comments. En kijk snel deze video die nu oplicht. Is de mensheid binnen 100 jaar uitgestorven? Klik dus op die oplichtende video of kijk voor het linkje in de videobeschrijving. Check mijn kanaal Strikt Geheim voor nog veel meer van dit soort bizarre complottheorieën. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe Strikt Geheim. Bedankt voor het kijken.